Gewoon zijn glimmert aan. Hij glimmert aan. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Hallo luidjes. Welkom bij Digital Arena. Pokémon Edition. Vandaag. Gaan wij de Secret Packs openen. We kennen allemaal wel Digimon, Pokémon. HOND! Pokémon. En wij van Digital Lekker Spelen, Digital Arena, gaan de Secret Packs met ons guest host, je boy You. Je boy You. Op het land van You. Op het land van You. Op het land van You. Hoe is het? Dus daar is de doos. Oh my god. Dat wordt onze eerste video. Hoe gaan wij deze doos openen? Hier in deze doos zit de Pokémon. Moeten we alleen wel even een hout aanhalen, want die heb ik niet meegenomen. Een hout om het... Ja, om de camera moeten we even ergens neer kunnen zetten. Oeh, nee, hou je taai! Zo'n doos is 150 euro. Oh, juist! Ja. Daar kunnen we het mee opensnijden zo. Hoop jij maar. Doe maar voor voorzichtig. Oh, dat is beter. Wij van Digital Arena. Pas op, hè, want het is echt fucking duur. We gebruiken alleen het beste gereedschap om onze Pokémon, Digimon, Yu-Gi-Oh kaart mee te openen. Dus dat was de eerste episode. Tot volgende keer. Dit is Cinnamon Burning. Sensations. Oh, Shadow. Okay. Boys, waar gaan we voor? Waar gaan we voor? Wat willen we hebben? Wat willen we hebben? We gaan voor de Shine Chairs, de Rainbow Chairs. Hoe is het, neef? 250 euro in die pocket. Waar gaan we voor? Je weet het zelf. Hier zit er 5 in. 5? 5, minimaal 5. Alex, 5. Alex, hoeveel zitten erin? Geen. Ik ben pessimistisch en depressief. Oké. Okay. Eerst even een map. Oh, we hebben ook een mapje gekocht. Dat is niet Alex. Open 50 stuks. Oh, maar er zit er een, heb je wel een map bij je? Nee. You have fucked up, Alex. Holy fuck, wat moeten we hiermee? Je kunt er de kaarten doen. Ja, maar je hebt toch een map nodig? Godverdomme. Ja, achteraf gezien wel, ja. Dat was episode 1. Volgende keer hebben we een map. Ik ga een map pakken. Ja, ga jij even een map pakken. Maar dan moeten we hem wel zo neerleggen, zo schuin. Dat vind ik wel handig, denk ik. Maar we moeten ons ook zien. Huh? Of nu gewoon de tijd dat wij eigenlijk niet de pakjes openen. Oh, dit is... Je verkeerd. Ik denk, jij bestelt een map, maar jij bestelt alleen maar de sleeves. Zit het helemaal vol met Spider-Man? Nee. Hier, dat is nu de Pokémon. Heb je een stift? Dan kan ik de Pokémon map opschrijven. Maar zo is dat de Pokémon? Wat is er niet handig? Je moet toch kijken... Ja, maar dan kunnen we ze toch tevoren laten zien? Nee man, je moet in live action... Heb jij dat? Kan je hem even vasthouden? Nee, maar we hebben Alex meegenomen, toch? Oh, daar hebben we Alex voor meegenomen. We hebben een Mint Edition Shining Mewtwo GX met glitters. Boys, ja. Bijzonder bril. Wow, is dat een Shiny Mewtwo GX? Met glitters. Boys, ik heb er oprecht een soort van zin in, dat vind ik wel jammer eigenlijk. Hey man, hoe is het? Good. Nou, luister, weet je wat het is? Ik zit hier nu in een YouTube video live. We zitten nou pakjes Pokémonkaart open te maken, mama. Ben je trots op mij? Mijn moeder die is zaterdag 300 jaar geworden. Wil je nog een shout-out doen? Even dichterbij. Een shout-out? Shout-out, ja, heel dankjewel. Dat was het. Dan gaan we hangen, ja? Jouw moeder is ook niet helemaal hip, hè? Nee. Maar dan heb je gewoon tape of zo? Ik heb wel tape, ja. Ja, dat doe ik tape. Ja, dat wel. Maar hoe zit dat weer? Moet je dan eigenlijk... Nee, je moet hem voor je hebben. Maar kijk hier, je doet toch zo? Nee, je moet hem voor je hebben. Of je moet hem omdraaien nu. Nee, want dat is helemaal kut. Burning Shadows. Wat was het ook weer? Als je hem openmaakt, 3 naar voren, achterste. Hé, dit is wel akelig voor de kijkers. Moet dat openmaken hier ook? Dat is nu al te zwaar voor mij, dit. Nee, ik ga nu al fout. Ja, geen goed, Oh, dan moeten we natuurlijk... De code laten zien? Ja, de code laten zien. Kijk eens, hier. 3 vooraan. Oh. En die achter is energy, klopt dat? Bam. Oh! Oké. Wauw. Ja, maar dit is heel kut, want hij ruikt dit wel zo. Wisselbeton, ja.
Met de pot heb ik ook niks aan. Toch, toch? Dumbbells. Hey, dat is goed voor je arm. Nooit pad. Stiffaloon. Mudbray. Tynum. Oh, dit is. Build up. Even heel klein beetje naar beneden. Ja, maar dit is nu al kut. Wie is het? Oh, het is nu ja, hij glimt al niet. Oh shit. Oh fuck. Oh, hij glimmert aan. Hij glimt aan. Oh shit. Sla gewoon over, dat boeit toch niet. Ja. Ja, is goed zo. Happy. Hey, dat is grappig, dat zat ik niet aan vast. Ja, net te laat. Fucking net te laat. Hij shined hem wel. Dit, volgens mij zit er een rainbow. Glittert enorm. Oh, ik kan hem niet tegenhouden, die glitter. Oh my god. Oké, rustig blijven. We moeten eerst even heel lijp doen als het echt heel boeiend is. Ja. En het stopt me meteen in de meer. Zijn we er klaar voor? Hij is 60 euro! Oh my god! 77 cent. Ja. Goed luck, broer. Oké, goed luck. Weet je wat ze ook wat doen dan, Thijs? Nee. Als ze hem net opengemaakt, doen ze altijd even ruiken eraan. Nee, dat zie ik niet. Dat maakt hij maar doen. Echt wel? Nee, ik heb echt nooit in de bril gezet. 1, 2, 3, naar voren. Bowtown! Bowtown! Oké. Okay. Oh. Dat is lager, dan kan je meer zien van de kaart. Juist. Wow, moet je wel voorlezen. Rimbombe. Wel heel eerlijk, ik vind ze wel allemaal echt al die Pokémon die we doen. Ik vind ze allemaal heel. Oh, die ken ik wel. Curlia? Nee. Oh, hij glimt weer. Echt? Nee, ik niet. Nou, je hebt me even high. Moet nog lezen? Caterpie? Ja, gaan we lezen. Sandy, what the fuck is dit? Dat is letterlijk een zandkasteel. Ja, er is een episode van en dan verandert hij in de evolutie en dan eet hij Ash op. Weet je? Ken ik. Ik heb Sun en Moon gekeken laatst op Netflix tot episode 43, want ze hebben niet. Oh my god. Hij shine niet. Wat? Goos. Wat? Oké. Okay. Is dit een shiny ladyba? Nee. Ah, fuck. Oh, de hond. Oh! Ja, is goed. Oprecht. Ik was een beetje over. Oh! Dat vind ik ook goed. Ah, wat doe ik dit goed. Nou, heb ik in, joh. Oef. Wordt gebar. Oh. En daar zie je de hele kaart. Oké, wacht even. Ik moest de bovenste eraf halen, want dat is een energy card. Ja, dat is de energy. Hebben we de drie al gewisseld? Nee, nog niet. Oh fuck, doe eerst drie wisselen. Eerst drie naar voren. Nee, nu drie naar voren. Ja. Drie naar voren en dan achterste eraf. Ja, de achterste is niks. En even tikken op de grond, want anders zien we de glitter al. Dat ja, eventjes. Nee, niet tikken, want het is niet meer mint. Dat is niet meer mint. Ja, het is niet meer mint. Ik wacht gewoon vast. Blazen. Okay. Nou, en nu omdraaien. Blazen, eerst blazen. Oh. Goed zo. En heb. Boevenland. Oké. Okay. Dit is een electric. Eel, weet je wel, van Eel. Uh-huh. En hij is elektrisch. Dit is een Simisage, dat is een aap. Dit is Noibet. Kut Pokémon. Niet doen! Kijk, dan zie je toch de. Oh my god. Spijt me. Hij glit het niet, hè? Oh, dat weet je niet. Ja, dit is een Groimer. Maar ik dacht dat dit een Poison was, maar ik zie Dark. Nee, dus... maar dat is. Leg even, kijk, nee, dit is een Alola. Dit is een Alola. Want in Alola is de zon beter nou, ja. En dan groeien de Pokémon anders. Ja. De trio heeft ook haar. Briolu, oeh. Dat is de voorvloedje van Lucario. Dat klopt. Dan heb je Cutiefly. Dat is echt een kutnaam. Nou, dat is Beautyfly. Dat is Beautyfly. Oh, laten we zien dat het echt een kut Pokémon is. Top, aan mag weg, als het goed zijn. Dewpire. Is dat een spin? Ja, dit is een dode Dewpire. Moet aan het licht houden. Kijk, letterlijk de zon. Dit is Solrock. Maar wat is de laatste? Nee, het is kut waarschijnlijk, want jij bent het. Eigenlijk, het is gewoon een normale. Je kan hem laten zijn Zygarde in zitten. Oh, hij is hollow! Dat bewegen dat hij glittert, dat vinden de kijkers leuk. Welk nummer is dit? Zygarde. Nee, een 4. Oh, ik zie deze staan nog op de... Hey, ik ben hier niet zo goed in. Ben ik heel eerlijk in. Hoe fucking pabbel ben je? Hey, ik heb de vorige keer de Mewtwo GX uit glitters gepakt.